verkocht? Ja, we zien hier de multi-tool track en daar zijn we er twee voor aan het bouwen. En de eerste die gaat volgende week wat testproeven doen, maar ze zijn allebei al verkocht. En na de testproeven hopen we deze eerste machine natuurlijk zo snel mogelijk uit te leveren. En vlak daarna zullen we nummer 2 afbouwen en de verwachting is dat die na de zomer naar de boer toe gaat. Wij denken dat elektrische tractoren inderdaad de toekomst is, zoals in vele toepassingen. We zien het in auto's, we zien het in scooters, zelfs in motoren, op boten. En ik denk dat uiteindelijk elektrisch ook voor de landbewerking een goede toepassing is. Er zit heel veel vermogen bij weinig toeren. Ik hoorde iets van een drone voor gewasbesproeiing. Ja, ook de drone is elektrisch. We zijn inderdaad met een grote drone bezig voor agro-toepassingen. We kunnen 150 kilo met die drone meenemen. Dus het is een vrij grote drone. Maar dat maakt dat die gewoon veel toepassingen heeft. Je kunt ermee sproeien, je kunt denken aan lichte bemesting. Uiteraard ook camerabeelden maken. Maar goed, dat doen al heel veel partijen ook met kleinere drones. Daarnaast zijn we met dezelfde drone bezig voor de brandweer, zeg maar, voor bluswerkzaamheden, maar ook voor defensie. Denk aan beservicen van bevoorraden van afgelegen gebieden, waar je er toch slecht naartoe kunt met kolonnes door allerlei gevaren op de weg. En in ultimo, zeg maar, uiteindelijk ook repatriëring van mensen uit het veld. We zijn ook met een vliegwielsysteem bezig. Moet u denken aan een soort van grote batterij in de vorm van een kinetische batterij. Dus we zetten elektrische energie om naar kinetische energie in een draaiend wiel. En vervolgens werkt de motor als een dynamo en dan halen we de energie door het wiel af te toeren er weer uit. En dit systeem heeft in de totale cyclus van energie opnemen tot weer afgeven een rendement van 95%. En we kunnen ongeveer een megawatt leveren bij een inhoud van een vliegwiel van ongeveer 50 kilowattuur. Uiteindelijk is het vliegwielsysteem niet erg geschikt voor, zeg maar, 24 uur energie opslaan. Is het meer voor de kortstondigere toepassingen. Denk aan enkele uren of zelfs op secondenbasis. En dan hebben we het vooral over echt peakshaving. Dus het afvangen van pieken in netten, wat interessant is voor netbeheerders. En u bent dan weer een hal aan het bouwen. Ja, dat is inmiddels de vierde hal. Die is puur bedacht voor de vliegwielenproductie. We doen dat ook in een joint venture. We hebben in de joint venture inmiddels de eerste commerciële contracten ook gesloten. Wat uiteindelijk de enigszins gok, maar dat moet je als ondernemer af en toe doen, die we genomen hebben, hiermee ook bevestigd is dat we het hadden moeten doen. Want de eerste orde ligt er. Dus voorlopig kunt u in Almelo nog vooruit? Voorlopig kunnen we nog even vooruit. Er is zelfs nog de mogelijkheid voor wat extra hallen. Moeten we een beetje bij de gemeente overleggen, maar dat gaat allemaal goed komen, denk ik.